Nou, waar ik nou ben? Ik ben op de Vrachelse Heide. Luister stil. Alleen de vogeltjes. Hoe fijn is dit? En nou ontdek ik net iets. Misschien zullen de meesten van jullie wel kennen wat ik ontdek. Maar ik zal het zo laten zien. Midden in het bos staat een huis. Ik hoorde namelijk allemaal dieren en ik zag dat het omheind was. Ik denk dat is best bijzonder. Ik dacht iets van de legerbasis of... Ja, dat was het niet. Het is omheind. Zie er niet uit, zie ik nou. Maar dat geldt terzijde. Maar wat is het prachtig hier. Om even eruit te zijn. En dat op een zondagmiddag. Echt. Even iets. Gewoon. Ontspannen. Ik merk altijd, ze zeggen ook, hè, 20 minuutjes in de natuur. En ja, daar word je rustig van. Ik merk ook dat ik... Ah ja, hier. Kijk. Militair oefenterrein Vrachelse Heide. Vrije toegang van zonsopkomst tot zonsondergang voor wandelaars op wegen en paden, fietsers en ruiters. Alleen op de borden aangegeven routes. Mits u geen oefeningen verstoort, honden aangelijnd houdt en niets beschadigd meeneemt of achterlaat. Dus hier wordt ook nog geoefend. Je hoort het zomers wel eens dat je de oefeningen met schieten en zo hoor je dan hier wel vanuit de bossen klinken 's avonds. Als je rustig ergens zit in de tuin. Op het terrasje hoor je dat niet. Maar ja, terrasje. Ik hoop dat we binnenkort weer iets mogen doen, maar ja, het wordt wel een beetje saai op. Je moet creatief wezen en ik ook met mijn vlogs, want er komt steeds meer, weet je. Elke keer krijg ik al een aanbieding en dan kan ik ergens komen vloggen, maar dan blijken er toch te veel mensen naartoe te komen. Zo wordt het toch weer afgezegd, dus ik merk... Ja, dat het steeds moeilijker wordt. Ik probeer het. Ik vind het ook moeilijk. Want ik lach wel, maar af en toe kan ik gewoon huilen. Want ja, ik had het ook anders graag gezien. Maar we moeten het met z'n allen eronder krijgen. En ik ben onlangs ook getest. Gelukkig negatief. En ja, de test was niet prettig. Maar ook niet schrikbarend, want... Ik was ook wel zenuwachtig, maar dan denk ik, ja, er zijn wel mensen die ergere dingen moeten meemaken. En kom op, stellen we eigenlijk niet aan en gewoon hoppatee. Je moet toch, dus ja, dus heb ik het gedaan en het viel me eigenlijk alles mee. En ja, weet je wat het gewoon is? We moeten gewoon met z'n allen gezond blijven. En dat is echt het belangrijkste. Dus ik zeg altijd maar zo. We hebben nog te eten. We hebben het bos. We hebben de haan op de achtergrond. We hebben de zon. We hebben het jaargetijden. Ja. We hebben licht. We hebben gas. Warmte. Ja, we zullen het er toch mee moeten doen. Want eerlijk is eerlijk, eigenlijk hebben we het dan nog luxe. Gelukkig. Nou, we moeten het goed doen, want... Dus, maar wat is het hier prachtig. Ik ben ondertussen wel hartstikke verdwaald. Maar mensen, ik heb een tip. Als je nou echt verdwaald bent en je telefoon is leeg. Of telefoon. Dan moet je gewoon zoeken naar geluiden. Nou, ik hoor daar. Daar hoor ik. En ik dacht gezaag, maar ik denk dat het een drone is. Denk ik. En zoeken naar de
Ik zie daar auto's voorbij rijden. Dus ik weet echt niet waar ik ben. Maar zoeken naar geluid. Ik weet dat mijn vader altijd zei. Wij gingen vroeger op vakantie. Gingen we naar Kaatsheuvel. De Cats. En gingen we op de camping dicht bij de Efteling. En dan zaten we tegen de rand van de Loonse Drunense Duinen. En dan gingen we als kind naartoe. En als we dan verdwaalden. Je had dan het eerste stuk bos. En dan stak je over bij een fietspad. En dan had je het tweede stuk bos. En dan had je de zandduinen. En zei ze altijd, als je verdwaalt, luister waar de auto's rijden. Luister waar geluid vandaan komt. En loop daar naartoe. En zo is het. Als je dan, kijk, tegenwoordig gewoon telefoon hebt en hij is gewoon vol. Maar ik ken ook mensen die nemen hem mee en dan is je in één keer leeg. Dan druk je op Google Maps. En dan tik je in waar je naartoe moet. En dan loop je zo door het bos. Want ook de bospaden staan tegenwoordig gewoon op Google Maps. Dus dat is echt wel ideaal. Het is geen promotiefilmpje, maar het is wel ideaal. Want dan kun je dus overal naartoe lopen. En als je het beu bent, dan tik je hem aan. En dan zeg, ga met die banaan. Dus ja, zo kan ik nog wel een uur vol lullen. Met niks. Want je zit nou te kijken en je denkt, waar heeft ze het nou eigenlijk over gehad? Ik weet het zelf niet. Maar ja. Weet iets, dan niets, toch? Moet ik ook zeggen, het is wel echt heel rustig in het bos. Want als het druk was geweest met de auto's, dan had ik al gelijk omgedraaid. Maar nu ben ik ook wel erg vroeg. Dus het zou zomaar kunnen dat het straks druk is. Ga het dan niet opzoeken. En ga het dan naar een ander bos. Of aan de andere kant. Want ja, dat is weer het gevaarlijke ervan natuurlijk, hè. Met z'n allen tegelijk als het mooi weer is. Oh, maar het is echt heerlijk. Ik weet ongeveer waar ik ben. Dankzij de maps, hè. De maps. En veel mensen aan het joggen en zo. Lekker bezig. Ik heb ook alweer bijna een uurtje gelopen. I will survive. Yeah, yeah. Ta da 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 da. I will survive. I am a survivor. Nee, dat is allemaal heel flauw. Maar ik heb het wel gered, denk ik. Ik hoor allemaal bladblazers. Heeft hier heel veel nut in het bos? Bladblazen. Dat zal het wel niet zijn. Ik denk bij huizen. Dus bij huizen, je weet wel, bij gewoon de huizen die hier staan, bedoel ik. Goeie tekst. Ja, vooral. Nou, thank God. Ik heb het gehaald. De auto. Waar heb ik de auto eigenlijk in gezet? Oh, ik zie het al. Dan zijn we de auto ook nog kwijt. De parkeerplaats. Nee, het is echt super. Ik heb lekker gewandeld. Goeie tip. Goeie kooptip. Gratis zelfs. Ik hoef er niks voor te betalen. Echt super. Dus ik zou zeggen tot volgende week. En probeer er toch iets van te maken. Ondanks alle beperkingen. Kijk wat je wel kunt. Niet wat je niet kunt, maar wat kun je wel. Heel positief. De groeten. Tot misschien volgende week.